Ben jullie, hoe zijn jullie Pokémon zo zat? Dus willen jullie niet meer naar buiten gaan wandelen? Er spawnt net een Nidoran in mijn huis. Ik ga die eerst vangen. Dus ondertussen is het hier een nieuwe video. Vandaag gaan we tonen. Oké, okay. Ja, mooi. Hoe je Pokémon hackt. Dus, deze stappen moeten jullie nog niet doen. Dit, dan doe ik nog even. Een Vaporeon zit in de gym. Ik kan hem niet power-upen. Dat gaat ook niet, als je in gyms. Dus kijk, nu sluiten we Pokémon af. Gaan we naar de Play Store. Download je Fake GPS. Het is de eerste die hier staat dat je moet downloaden. Fake GPS joystick. Dus je drukt op installeren. En dus je moet dan wachten tegen dat hij geïnstalleerd is. Tot zo. En dan hij is geïnstalleerd. Dan druk je op openen. Dan wacht je. Dan ga je op toestaan klikken en instelling openen. Dus je gaat naar de instellingen dan. Normaal gaat er moeten opkomen. Fake GPS is al goed van mij. Jullie gaan het dan ook nog moeten aanvinken. En dan gaan we hier naartoe. Hier heb je een taart. Bijvoorbeeld, ik ga nu naar Frankrijk. Dan kun je inzoomen met het plusje rechts onderaan. Of je kan uitzoomen met het minnetje rechts onderaan. Uitzoomen, inzoomen. Ik ga eens naar Parijs. Je kan het ook met je vingers in de sleepbeweging doen. Dan gaat het natuurlijk ook wel vanzelf sprekend. Je kan dicht, heel dicht inzoomen. Ik ga hier spawnen. Dus dan klik je op de plaats waar je wil. Dan klik je op click to change position. Dan komt dit erop. Mock location. Dan ga je, klik je op rechtsonder op settings. Dan ga je scrollen naar onderen, naar onderen, naar onechte locatie app. Dan klik je erop en dan druk je op fake GPS go. Als je dat hebt gedaan, ga je terug naar je scherm. En druk je nogmaals op click to change position. Als dat gelukt is, komt er dit op. Een reclame. Maakt niet uit van welke. En dan heb je hier een joystick. Dan ga je naar Pokémon Go en moet het normaal gelukt zijn. En onder de joystick zie je een balkje. Dit kun je instellen hoe snel je loopt. Dat is 50, dit gaat heel rap. Dit is 1, is het normaal tempo. Dus ik zet eigenlijk op 1. Dit is gewoon voor te tonen hoe je hackt. Moest jullie dat geprobeerd hebben en niet gevonden hebben, dan weten jullie het nu. Maar verder hack ik niet. Alleen 3 Pokémon's heb ik gehackt. Tauros, Kangaskhan en Farfetch. Misschien willen jullie die ook en dan kunnen jullie dat doen. Of misschien willen jullie gewoon heel het spel hacken als jullie beu zijn voor te gaan wandelen voor dit spel. Dat is natuurlijk heel hetzelfde. Kijk, en hier ben ik dan in Parijs. Oh my god. Nu natuurlijk zit er nu niets in de buurt. En ga je, als er een Pokémon komt, hij smijt de Pokéball, gaat hij wegrennen natuurlijk. Waarom komt dat? Dan komt het omdat je gesoft bent. Dat is een soort van banen, maar dat kun je fixen. Door 40 keer aan Pokéstop te draaien. En ik ben zo terug als het is gelukt. Kijk, gasten, het is nog niet gelukt. Maar omdat ik jullie het wil tonen, klik ik op de PG en ga ik hem proberen te vangen. Als het goed gaat, smeet ik een pokebal, spring hij eruit en loopt hij weg. Natuurlijk is 350, maar normaal zou dat moeten lopen. Kijk, ik smeet in. In de tweede rol gaat hij eruit springen. Of eerste en nu gaat hij weg. Voilà, dit is wat er gebeurt als je hier niet 40 keer draait aan een pokestop. Dus dat moeten jullie nu doen. Net als ik. Maar tot straks.
Zoals jullie zien, het is gelukt. Het waren 30 draaien ongeveer. Ik denk toch, ik heb niet echt geteld. Dus nu, nu kunnen jullie rustig zoeken waar ze zitten in de Pokémon's. Zoeken misschien al gewoon. Hier kun je dan met je joystick bewegen. Kijk, naar daar, naar daar. En dit ga ik meestal op de volle snelheid zetten. Dit kun je zien dus nu. Want die veel rapper gaat zien. Ik heb het je gezegd. Als je ergens dringend moet zijn, ga dan naar daar. En dan ben je er helemaal klaar voor. Eens kijken wat er in mijn buurt zit. Twee krabbies. Ratten aan de wiel. En normaal, als ik het goed heb, zouden de Pokémon's niet meer mogen weggaan. Ultra, nice. Ik wil level 25, dat gaat die hack. Is eigenlijk werkt 100%. Als die bij jullie niet werkt, zet wat in de comments. En zeg wat erop komt als het niet lukt. Dan zullen jullie waarschijnlijk iets fout gedaan hebben. Of controleer nog eens wat je doet. En vergeet niet, als je deze app sluit. Of niet sluit, maar als je hem verwijdert. Dan gaat het ook wel. En als je het verwijdert en je wilt terug downloaden. En als je het terug gedownload hebt, dan moet je wel al de settings en nieuwe ingeven. Dus ik heb het 1 keer gedaan en dat ging normaal. Dus kijk, nu ga ik het testen voor jullie. Ga ik die Pidgey vangen. Misschien is het een Ditto. Kom aan. Maar dan doe ik hem wel weg, want dat doe ik niet graag. Gewone Pokémon hack. Kijk, voilà. Dit is een Pidgey. Dus zie, hij werkt nu. Dus nu kunnen jullie Pokémon's vangen. Vergeet dus niet te liken en te abonneren. En als jullie hackvideo's willen, moet jullie maar in de comments zetten, want ik ken veel van hacken. Later! Oh, verkeerde afsluitingsmoment. Wat zeg ik altijd? Ik zeg vrienden. Out.